Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 69 hier in seizoen 5. De vorige wedstrijd in Brazilië hadden wij dus gewonnen. Verstappen helaas 8e, maar dat was geen probleem. En kunnen deze wedstrijd 41 race overwinningen gaan halen? Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Nieuwe auto, nieuwe motor en hopelijk ook nog steeds met Max Verstappen erbij. Hij kost 15,55 miljoen dollar. Ricciardo kost meer. Vind ik een beetje gek. Max is maar een van de goedkoopste rijders op de markt, zie ik. Want alle andere jongens kosten meer dan 15 miljoen. Ook Ocon kost meer. Ja, Max is echt een van de goedkoopste jongens. Oké. Dat wist ik dus niet. Dan heb je die Formule 2 rijders die gewoon, ja, 2,5 miljoen dollar kosten. Wat echt geen geld is. Want we hebben in totaal 100... Sorry? Nee, geen 100. Ik wou eigenlijk zeggen 169, maar gewoon 69,56 miljoen dollar op de bank. We gaan dus proberen om Max weer bij ons te krijgen. Het zou zonde zijn als hij weg moet. Ik zit gewoon even te spelen met de status van rijders. Ook misschien Michael Schumacher. Misschien kan hij terugkeren, maar ja, ik heb toch meer liever Max die al aan de auto is gewend. Dus we gaan onderhandelen met Max en gaan 16,3 miljoen dollar bieden. Kijken wat hij doet. En jazeker, Verstappen weer aan boord bij Schaven Racing tot 5 juli. Dus 122 dagen geldig. En dan is het eigenlijk tijd voor een interview met Will Buxton. Maar ik heb daar eigenlijk helemaal geen zin in. Het is gewoon zonde van mijn tijd. Dus we spoelen lekker door. 105,37 miljoen dollar vanwege de prijsgeld en stand in het klassement. 143,101 miljoen dollar op de bank. Alle races gewonnen. Max heeft 2 overwinningen gepakt. 4 pole positions. We hebben 14 overwinningen gepakt. En 10 pole positions. Coureurskampioen en constructeurskampioen. Wij zijn dus als eerste gefinished. Max als tweede. Het kan zo zijn dat Max in één keer dit seizoen opstaat. Wie weet. Het is allemaal even kijken namelijk. Ik verwacht gewoon weer een hevige strijd met mezelf en Max om dat wereldkampioenschap. Wij zijn dus drievoudig kampioen. Max is enkelvoudig kampioen. En wat leuk is, alle seizoenen van My Team Career Mode, telkens een Nederlandse kampioen. Kalender. 16 races, sowieso. Kan zijn dat we op een nieuw circuit gaan rijden, dat we de vorige kalender gaan vervangen. Allemaal net even de vraag wat wij willen. Australië komt er sowieso niet op. Singapore misschien wel, misschien ook niet. Engeland, misschien keert die terug. Of dat we voortaan in Monaco gaan rijden. Het is niet mijn favoriete circuit, maar toch, het blijft een legendarisch circuit natuurlijk om op te rijden. Alhoewel, voor controles is het wat minder. Daarvoor heb je echt een stuur nodig om dat goed te kunnen nailen. Suzuka kan ook terugkeren. Wie weet. Of dat we naar Jeddah gaan. Saoedi-Arabië. Allemaal net even kijken wat we gaan doen. Portugal kunnen we ook op gaan racen. Het is maar net de vraag hoe leuk ik het circuit vind. Want kijk, want als ik op een circuit ga rijden waar ik niks aan. Wat gewoon, ja, gewoon niet leuk is om op te rijden. Dan ga ik er niet op rijden. Zo simpel is het. Het is allemaal gewoon even kijken. 15 races geselecteerd. Nog eentje te gaan. Sommige banen doe ik weg. En dan weer bijkomen. Ja, waarom? Ik moet even kijken welke banen geschikt zijn. Het is allemaal even prielen. Kijken. Hongarije misschien weer terug op het circuit. Azerbeidzjan, dat die misschien terugkeert. Of zelfs Monaco, dat we daarop gaan rijden.
Ja, dat is wel jammer. Als je dan terug naar 10 races gaat, dan slaat hij niet de baan op die je al had geselecteerd. Dus dan moet je alles opnieuw selecteren. En helaas moet ik dat nu gaan doen, dus dat kost extra tijd. Ik vind het ook jammer dat je de volgorde van de race niet kan bepalen. Kijk, nu is Brazilië als 1, maar als ze helemaal naar boven gaan, dan is Bahrein als 1. En dat vind ik wel dat Codemasters dat in het volgende spel wel moet gaan aanpassen, zodat we gewoon de volgorde van het circuit random kunnen doen. Dus dat we in één keer in Azerbeidzjan beginnen en dan doorgaan naar Monaco, ik noem maar wat. Alleen ja, dat gaat lastig vanwege de licenties namelijk. ...14 van de 16 races geselecteerd. We moeten er nog 2. Bahrein, China, Imola, Spanje, Canada, Oostenrijk, Engeland, België, Nederland, Italië, Rusland, Singapore enzovoort. Dat is dus het circuit. Dit is de nieuwe auto. Jazeker, we gaan weer terug naar onze route in F1 2020 My Team Caremo. Toen hadden we ook zo'n soortgelijke auto. Alleen toen in seizoen 4... Dit is dus seizoen 5. Groen, zwart, geel keert weer terug. En dan is het mooi tijd om naar Bahrein toe te gaan. Hebben wij ook evenementen? En misschien moeten we zometeen ook de auto gaan onthullen aan het publiek. Ik hoop dat Verstappen er nogmaals bij zit bij dit seizoen, dat hij ons echt onder druk kan gaan zetten. Ik verwacht hier gewoon weer een van de snelste auto's te zijn. Waarom? Mercedes heeft ons wat ingehaald. Dus die zijn tot nu toe de snelste auto. Daar verwacht ik ook een mooie strijd mee, hoop ik. Alles vol geboekt van de faciliteiten. Nee, wij zijn toch nog het snelste. Oké, had ik niet verwacht. En ja, een aantal upgrades zijn binnengekomen. Goed gedaan. Extra upgrades zijn altijd welkom en we hebben meer dan genoeg resource en development punten. Sommige upgrades zijn niet beschikbaar. Die komen pas tegen het einde van het seizoen tot onze beschikking. Waarom? Ja, het is wat het is. Daarom dus. Maar een aantal updates dus vrijgekomen, dat is goed. Wij zijn dus nog steeds de snelste auto op dit moment. Hebben wel wat verloren. En Alfa Romeo maakt stappen. En McLaren is gewoon gezakt. McLaren gezakt. Dus ze krijgen het lastig. Haas klimt ook wat naar voren toe. Maar ja, sorry. Haas is niet naar voren geklommen. Waarom? Haas is gewoon keihard gezakt. Dus die krijgen het lastig dit seizoen. Geen nieuwe rijders. Dit seizoen. Iedereen nog volledig van 2021 seizoen 4 meegenomen naar seizoen 5. Dus er is niet zoveel bijzonders gebeurd in deze wedstrijd. Sorry, in deze career mode, excusez. 40 overwinningen geboekt, 3 coureurskampioenschappen, 2 constructeurskampioenschappen, 25 pole positions. En sinds seizoen 3 altijd op het podium gestaan. 100% in seizoen 3 en 4. We hebben een aantal nieuwe onderdelen tot onze beschikking. En we hebben ook een aantal dilemma's die wij moeten gaan doen. Om ervoor te zorgen dat alles mooi en welletjes loopt. Nou, dat was dus de auto. Het rode bij de spiegels kon ik helaas niet weghalen. Dat vond ik vreemd. Maar goed, ja, het is wat het is, zeg ik altijd. Je kan er niks meer aan doen. Je kan er wel iets aan doen, alleen dan moet dan de volgende race dan de livery worden aangepast. Maar dat gaan we dus niet doen. Deze auto blijft gewoon tot het einde van het seizoen. Dus de livery. Een beetje lotus-achtige kleuren. Een beetje Senna-achtige kleuren. Groen, geel, zwart. Mooi gedaan.
Het logo is ook aangepast naar natuurlijk geel, groen en zwart. Wat een verrassing. De teamkleuren zijn aangepast naar geel, groen en zwart. En dan is het gewoon de hoogste tijd om door te gaan naar de kwalificatie voor de allereerste wedstrijd in seizoen 5. Alles moet het gewoon gaan doen. En ik verwacht sterke concurrentie van Mercedes. Trouwens van de rest van het veld. We zijn lekker aanbeland bij Q1. Nog steeds met Ferrari motoren. Sorry. We hebben Ferrari motoren gewijzigd. Ik dacht dat we met Ferrari motoren reden. Nee. We hebben dus met Honda. Dus de overstap gemaakt. Excuseer daarvoor. Honda motoren achter in de auto. We hebben de switch gemaakt. Waarom? Ja, waarom niet? En we hadden het geld ervoor. En ik denk, na zoveel seizoenen Ferrari ben ik wel een beetje klaar mee. En we gaan gewoon voor Honda. The power of dreams is het motto van Honda. Gaan daar gewoon flink de wijd over het grind. En dat is een 1.24.5 op ruim 3/10 van Lando Norris. Dat is pijnlijk. Positie nummer 5. Nog steeds met nog ongeveer 1 minuut op de klok in Q1. We hebben Charles Leclerc achter ons. Die ons wilt gaan inhalen. Maar dat laten wij niet toe. We moeten gewoon onze eigen run hier gaan doen. Hopen dat Leclerc het niet verstoort. Missen daar gelijk al de apex in bocht 1 en 2. Verliezen daardoor wat tijd. En zetten groen in sector 1 en 2 neer. Q1 zit erop. We stappen op P8. Teleurstellend. Wij moeten ons hier gaan verbeteren. Perez naar de snelste tijd met een 1.23.8. We stappen op P9. En wij paars in sector 3. Dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. En hopen dat we doorkomen naar Q3. Want het ziet er wel erg rooskleurig uit. Perez is gewoon vele malen sneller. En daar hebben we dus diezelfde Perez die daar gewoon mijn rondje even verziekt. Door uitkomen pitstraat langzaam te rijden. En ik moest daar een ontwijkingsmanoeuvre doen. En weg is dit rondje. Dat betekent dat we nu een laatste run moeten gaan doen op dezezelfde set banden helaas. En wij noteren een 1.31.8 op 6 seconden van Esteban Ocon. Maar je snapt ook wel, vanwege het incident met Perez ben ik gelijk gestopt met die run. En nu ga je zien dat wij flink gaan inlopen op onze eigen tijd. Dat is logisch, want we zijn sneller. Met nog ongeveer 25 seconden op de klok. We zijn aanbeland bij sector 3 in Q2. De vlag hangt uit. Perez op P12. Perez op P12 gezet. Maar die moet nog. En Perez pakt de snelste tijd met een 1.23.8. Wij komen met paars in sector 3. Zijn wij door naar Q3? Dat is de vraag. Nee, we zijn niet door. P11. Perez op P1. We stappen net door. P9, maar wij komen helaas. 22.000 tekort. Dat betekent P11. Er kan van alles gaan gebeuren. We kunnen een andere strategie doen dan de rest van het veld. Er zijn genoeg kansen. Dus daar gaan we dan voor de allereerste aflevering van seizoen 5. Voor My Team Career Mode aflevering 69. Daar gaan we dan. Rumor and speculation all come to an end today as we return to racing for the opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along then to round 1 of this year's Formula 1 World Championship. There's no shortage of passing opportunities around the 3.36 miles of the Bahrain International Circuit, with the best at turn 1 of course, and then another soon into turn 4. 15 corners here, 6 to the left and 9 to the right, and we could see one or two flat spots into the tight left-hander of turn 10. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. They've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises.
Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Gasly, Leclerc, Sergio Perez, and Hamilton, Norris, Joe, Tsunoda, and Daniel Ricciardo, the Professor, Sainz, George Russell, and Stroll, Eilert, Armstrong, Antonio Giovinazzi, and Christian Lundgaard, Latifi, Mick Schumacher, Mazepin, and Esteban Ocon rounds off the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Dan zijn we aanbeland bij de grid hier in Bahrein. We starten op de medium compound. Gaan voor een eenstopper. Medium hard is de geplande strategie. Neem maar wat extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan normaal. Jazeker. En dan gaan we gewoon beginnen voor een nieuw seizoen van F1 2021 My Team Career Mode. Seizoen 5 gaat beginnen hier in Bahrein voor aflevering 69. We starten op een P11. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en hebben al wat wielspin en zijn wat slecht weg. Want Sainz en George Russell hebben ons al gelijk de gazen genomen. Maar we maken een diamond naar heel veel auto's voor ons. Laten daar Lando nog eens een beetje leven. En beschadigen daar een klein beetje mijn voorvleugel, denk ik. En ook zit Yuki Tsunoda gelijk te kijken. Klein touché met Lando Norris. Hier dan nogmaals een touché. Ik weet niet wat Norris aan het doen is. En wij duwen hem hier uit frustratie gewoon van het circuit af. Ik weet dat het niet mag. Maar ik was gewoon even geïrriteerd. En Norris valt heel ver terug. Wij moeten nu naar Guangzhou Zhao toe rijden. En Tsunoda zit achter ons. Ricciardo op P10. Max leidt de wedstrijd voor Sergio Perez. En ik zelf merk geen schade aan de voorvleugel. We zitten in ronde nummer 2 als wij groen in sector 1 en 2 noteren. En daar vallen we dan Zhao aan. Tenminste, we kunnen alleen maar kijken. En Max Verstappen noteert de snelste raceronde met een 1.28.0. En wij laten een 1.28.1 noteren. DRS tot onze beschikking gesteld. En daar vallen we Guangzhou Zhao aan die binnenkant aan. Jazeker, en dat is P7. De volgende heet dan Lewis Hamilton. Herhaling wat er is gebeurd met Lando Norris. Ik tik hem hier op zijn achterkant aan. En dan doe ik dit gewoon uit pure frustratie. Omdat ik gewoon geïrriteerd ben aan Lando Norris. En we duwen hem daar compleet van de baan af. En Norris moet dus van helemaal van achteraan terugvechten. En we zitten in ronde nummer 3, nog steeds. Als we daar dan proberen naar Lewis Hamilton toe te rijden. Het gat is 1/4. En moeten hier alles goed maken op dat rechte stuk. We hebben ook DRS ingeschakeld. En noteren weer de snelste raceronde met een 1.28.0. Zijn een 1/10 sneller. En daar vallen we Lewis Hamilton aan. Komen van ver. En dat is P6. De volgende heet dan Sergio Perez. Is het dan Pierre Gasly die op P2 rijdt? Jazeker. En in ronde nummer 5, terwijl wij weer de snelste race konden noteren met een 1.27.6, kunnen we kijken bij Perez. Voor een aanval, weer in die eerste bocht. En Bottas deed daar een aanval op Gasly. Dus de jongens voor mij zijn hard aan het knokken voor positie. We kunnen alleen maar kijken bij Charles Leclerc. Hier dan op de exit proberen. Het gaat. Slipstream pakken van de Monegask. Hier dan aan de buitenkant kijken. En dat is gelukt. Beetje wielbengen. En we duwen Leclerc wat op die curbstone. En dat is P4. De volgende heet dan Valtteri Bottas. En daarvoor rijdt Pierre Gasly. En dat gaat naar Max. Is inmiddels groter geworden.
Bottas nog steeds vast achter Gasly in ronde nummer 6. En weer DRS tot onze beschikking gesteld. Einde ronde nummer 6, begin ronde nummer 7 is het. Als Bottas een aanval doet op Gasly. En Leclerc duikt naar binnen. En Gasly blokkeert Bottas hier. En daarvan kunnen wij profiteren. Dankjewel, Gasly. Hallo, P3. En dat is goed om te zien. We kunnen ook gelijk naar Pierre Gasly toerijden, want die softbanden gaan eraan. Hamilton, Perez en Leclerc zijn allemaal naar binnen voor de harde band volgens mij. Gaan dus niet meer stoppen in ronde nummer 7. Gaan proberen hier de wedstrijd uit te rijden op die harde band. Wij moeten dus nog één keer naar binnen. Maar dat is pas in ronde nummer 13 of 14. Nieuwe strategie beschikbaar. En ja hoor, in ronde nummer 14 is dat. Nog geen uitvallers op dit moment. Dat is goed om te zien. We hebben daar wel een klein momentje op die curbstone. Oh, wat zeg ik? Er gaat wel iemand uitvallen. Net nu ik zei dat er nog geen uitvallers zijn, valt er eentje uit. En dat is Antonio Giovinazzi, die stilstaat. Kunnen wij bij Gasly aanvallen? Kom meteen in ronde nummer 8. Nee, want Gasly duikt naar binnen. En Max duikt ook naar binnen voor zijn eerste pitstop van de dag. En we hebben een herhaling wat er is gebeurd. In de Aston Martin is het weer een mechanisch probleem. Jazeker, motorisch probleem alweer voor de Aston Martin coureur. Die hebben het heel vaak tegenwoordig en we zitten in ronde nummer 11. Als dat gat naar Carlos Sainz 13,6 seconden is. Het is weer geel. En volgens mij staat Russell stil. Of gaat hij uitvallen? Jazeker, George Russell uitgevallen in de wedstrijd. Twee uitvallers in een korte tijd. Giovinazzi en Russell. We zijn aan boord bij de Brit. En het is daar gewoon in één keer gedaan met de motor. Het gaat hier heel hard in één keer met de uitvallers. En we zitten in ronde nummer 14 van de wedstrijd. Als dat gat naar Verstappen 28,1 seconde is, dat zou goed genoeg kunnen zijn om een veilige pitstop te kunnen maken. En we gaan naar de harde compound. Naar de harde band dus. En gaan proberen hier de wedstrijd mee op uit te rijden. En nog 14 rondes te gaan. Dus dat belooft nog wat. 2,2 is de pitstop. Dat is goed om te zien. En Max komt nu dat rechte stuk op. En we blijven ervoor. Goed gedaan. Het gat is 6,1 seconde naar Max. Jazeker, en dat blijft het ook. We zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. Als wij dat snelste raceronde nog steeds op ons naam hebben gezet met een 1.27.8. En wij noteren nu een 1.27.1. Sorry, dat was onze vorige tijd, was een 1.27.6, excusez. Max op 7,7 seconden gezet. Met nog 12 rondes te gaan in de wedstrijd. Tot nu toe ziet het er heel goed uit voor ons als team. We gaan hier dus weer een 1-2'tje pakken, net als vorig seizoen. En we zitten in ronde nummer 19 als Max naar binnen duikt. Hetzelfde geldt voor Gasly. En die gaan nog een keer stoppen voor de medium compound volgens mij. Bottas ook mee naar binnen. Tsunoda op P2. En waar komt Verstappen terug het asfalt op? Tot achter denk ik Lewis Hamilton. Of blijft hij ervoor? Hij blijft ervoor voor Lewis Hamilton en komt terug op P5. P6 bedoel ik, excuseer.
En het gat naar Stroll is inmiddels 30 seconden, dus we hebben een veilige pitstop. Want Tsunoda moet nog een keer naar binnen. Ik weet niet wat Sainz doet, maar die kunnen we makkelijk hebben als zij zometeen op de softbanden gaan. En met nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd, duik ik naar binnen voor een setje softbanden en gaan proberen dat snelste resultaat punt nog een keer aan te scherpen. Het gat naar Max is inmiddels 31 seconden geworden. 31 seconden voorsprong, dus we zouden gewoon genoeg tijd moeten hebben voor een pitstop. Ook de achterblijvers passeren ons dus. Ja, ik heb die dus op een ronde gezet en die zitten nu weer in dezelfde raceronde. ...3,1 is de pitstop, geen probleem, want we hebben voldoende voorsprong op Max met nog 2 rondes te gaan in de wedstrijd en komen terug op P1. Dus dat is goed. Jazeker, dat gat is nu, ik denk rond de 10 seconden, dat klopt. En we zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Als wij dat snelste racende punt gaan verbeteren met paars in sector 1, paars in sector 2, Max naar P2. Wij pakken hier de volledige score in Bahrein. We beginnen het seizoen weer uitstekend sterk. En op naar de volgende wedstrijd. Fantastic drive. Just fantastic. You deserve that race win. A nearly flawless performance here then. And a commanding victory. Talk to me. What do you think it was that sealed the win for them? I think we'll chalk this one up to a deft touch on the brake pedal. That's allowed them to challenge down the inside into the braking zones, and ultimately, if you do that often enough, you end up winning the race. It was great to watch as well though, wasn't it? Forget strategy, forget tyre management. Who doesn't love a good old-fashioned scrap? Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de eerste race van het nieuwe seizoen. Pakken dat snelste racehonderdpunt. Max van P1 naar P2. Ocon krijgt driver of the day. Gasly pakt zijn eerste podium sinds de Grote Prijs van Canada. Sorry, sinds de Grote Prijs van Frankrijk, En Mercedes stelt teleur, 9e en 10e. 2 uitvallers, Russell en Giovinazzi. En wij beginnen het seizoen weer sterk. Hebben 8 punten voorsprong op Max. En zijn al 22 punten los van Ferrari. Dus tot nu toe uitstekend. Hopelijk dat we dit ook kunnen vasthouden voor de rest van het seizoen. Het teamacclaim is dus gewoon goed. Zoals altijd. Het sponsorengeld. Eentje niet gehaald. Dat is namelijk je rivaal bestaan tijdens de race. Dat vind ik gek, want we zijn als eerste gefinished. Dus dan moet je je rivaal wel hebben verslagen. Maar het spel denkt, nee, zo hoort het niet. Zo werkt het niet. Nou, maar goed. Maakt niet uit, $161,43 miljoen op de bank. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F2021 Martin Kramer content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Volg me ook even op sociale media. @GianLanschaven op Instagram, Twitter en Facebook. En dan zie ik jullie snel bij een nieuwe video. Dan gaan we lekker verder in China. Bij een nieuwe video natuurlijk van F2021 My Team Career Mode. Hopelijk tot dan. Tot ziens.